Yo kijkers, vandaag ben ik in Rotterdam. Ik ga langs bij Iwan Redan, voormalig profvoetballer van RKC, Willem II en Rode JC. Hij heeft na zijn profcarrière zijn eigen sportschool geopend, Beyond Yourself. Vandaag ga ik een dagje meetrainen en hem wat vragen stellen. Kijk mee. Best een bijzondere stap. Na je voetbalcarrière niet in de voetballerij actief, maar naar een sportschool begonnen. Hoe is dat zo gekomen? Nou, tijdens je sportcarrière ben je sowieso al bezig met fysieke gesteldheid. Dus ik was altijd wel, denk ik, een trainingsbeest. Je begint ergens in een parkje. Je krijgt volgers, je krijgt mensen die je visie waarderen. Ja, en op een gegeven moment wil je die mensen ook iets teruggeven. En toen dacht ik toch van, nou, het is wel leuk om je eigen plekje te hebben. Ja, nou ga ik zo meteen zelf ook een stukje trainen. Wat heb je voor mij uitgezet? Of is het nog een geheimpje? Ik ga eerst altijd natuurlijk, ik doe altijd een pre-body activation. Dus ik wil altijd eerst wel kijken waar je staat of waar de persoon staat. En dan vanuit daar kan ik lekker heel snel iets leuks voor je klaarmaken. Maak je niet druk. Laten we naar de sportschool gaan dan. Let's go. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so groene band of oranje band? Oranje. Dan doen we RBC, hè? Oranje. Ja, RBC, je weet het. Ja. Een clubje, hoor. Perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. Ja, zoals je een beetje rondkijkt, zeker een mooie sportschool, maar eigenlijk helemaal geen apparaten. Nee. We kiezen puur voor functional training. Apparaten, dat is toch meer een geïsoleerde manier van trainen. Met een apparaat ga je zitten en je hoeft alleen maar één vorm te doen. Op een gegeven moment gaan de spieren, die hoeven geen spiergeheugen te hebben. Die blijven maar gaan. Dus je motoriek naar beneden. En hier moet je toch meer je sensoren gebruiken, alles. Alles moet in de juiste verhoudingen, noem het maar op. En dat vergt wat meer kracht. Je moet er echt voor kiezen om echt bewust je grenzen te verleggen. Echt bewust zijn van, ik ga nu door investeren. Ik ga nu die pijn accepteren. Om later dus beter, een mooier leven te krijgen. Ik zeg altijd, grind now, shine later. Maar ja, je moet wel daarvoor bloed, zweet en tranen in leven. Engelse competitie. Prachtig. Hoe is dat? Prachtig. Mooi. Kijk naar Nederland? Ik denk als je dat hebt meegemaakt, dan heb je echt voetbal gedaan. Heb je voetbal geleefd. Veel mensen zeggen dat ook Engeland is gewoon Walhalla. Ja. We hadden verloren, ik weet nog, tegen West Bromwich Albion. We hadden verloren met 3-2. Dus ik loop zo naar Glenn lopen. Glenn is bijna even lang als jij. Ik zeg, Glenn, potverdomme, weet je. En hij zegt, ja, moet even het publiek bedanken. Dus we lopen naar het publiek en ik zo. En opeens wil je uit de menigte van het stadion. Wales, we love you. En blote mensen helemaal dit. Cardiff, we love you. En ik dacht, wauw. En opeens begin je te klappen alsof je hebt gewonnen. Ja, dat is een hele andere beleving. Ja, en toen, ik weet nog wat Glenn tegen me zei. Hij zei, ja, dit is Wales. Dit is Premier. Dit is niks nieuws. Hij zei, dit is Engeland. Of dit is hoe het hier gaat. Als je hard werkt, word je gewaardeerd. En dat is het. Ik ga je laten voelen hoe het is om 10 calorieën te verbranden. Zou je zeggen dat valt mee? 10 calorieën. Ja? We zijn bijna dagelijks bezig met eten, maar je gaat nu merken wat het is om 10 calorieën te verbranden. Nou, zo gaat het tijdje duren. Zo gaat het een tijdje duren. Die 10 calorieën. Kijk hoeveel je er nu al voor moet doen. Zit pas op de helft. Hey. Goed gedaan, hoor. Je hebt het allemaal binnengehaald. Dankjewel. Niet normaal. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hey,
exclusief beweging maken naar de buitenkant. Oké. Okay. Wat is kom maar, tik hem aan, tik hem aan, tik hem aan. En los. Lekker houden. Zo. Vertel eens, je voetbalcarrière. Je bent begonnen bij Sparta. Ja, Sparta. Maar je bent niet gedebuteerd, toch? Nee, helaas niet. Ik ben in de jeugd ben ik door naar Vitesse doorgegaan. Ook omdat ik een stukje waardering miste bij Sparta. Maar bij Vitesse, hoe ging het daar? In het begin eigenlijk goed. De eerste 5 wedstrijden ging het heel goed, topscorer ook weer. Maar ja, dan slaat noodlood toe en dan scheur ik mijn kruisband tegen Volendam uit. Hoe was dat? De eerste zware blessure? Dat was mijn allereerste zware blessure, ja. Dat was echt, ik was toen ik was 16 nog, geen 17, ik werd 17. En dat hakte er eigenlijk in als een moker. Boom. Echt zo van de hele wereld die vergaat. Want je weet eigenlijk niet wat je te wachten staat. Sorry, wacht even. Oh. Ik denk dat ik moet... Ja, het is er weer een. De barfbakken, hij staat er. Nu ben je pas echt beyond jezelf gegaan, hè. Dus het is geen schande, het is alleen maar mooi. Dit is het gevoel wat je moet hebben. Want dat het er gewoon uitkomt naar die 5 oefeningen. 5 herhalingen. Nu heb je het voet. Hey, kijk eens. De barfbakken. Zo, die heb ik nog nooit zo intens gezien dat je, het komt uit. Boom. Nou, na ons kleine onderbrekingje zijn we terug. Ja. Helemaal geklapt. Ik ben weer, ik voel me weer beter, ja. Ja, nu doe ik het interview. Ja, hoe voel jij je nu? Ga het even rondom draaien. Okay. Ik heb er echt serieus nog over nagedacht om bij RBC te blijven. Alleen ja, RBC was toch een gerenommeerde club. Goed beleid, familieclub ook. En ik vond het ook wel zoiets van, hey, ik heb mijn werk nu gedaan hier, ik wil toch weer die stap maken. Ook al is het Eredivisie, maar RKC die is een gevestigde naam. Ik ben super fit, ik voel me heerlijk. Pieptest uitgelopen, noodlotsval die slaat in. Na de training van die pieptest trainen, ja, we doen nog een partijtje. Toen mijn benen waren gewoon spaghetti. Ja, één keer een tikje en ik schiet er doorheen. En na die blessure ben je toen ooit nog echt ouder geworden? Nee. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het echt voor mij een ja, hoe moet ik het zeggen? Mijn performance was opeens gelijk heel lager qua ontwikkeling. Ook qua lichaam. Ik ging toch anders trainen. Ik had toch een paar kleine terugvalletjes met mijn linkerknie. Ja, je kan qua. Ja, is mooi. Netjes, jongen. Heb je geen spijt gehad van dat je nooit verder ben gaan met je trainerscarrière? Of ben je echt blij dat je nu dit... Ik ben blij dat ik ben super blij en ik ben super trots en dankbaar dat ik dit heb mogen kunnen neerzetten. Ook met alle hulp van iedereen die daartoe die dat allemaal heeft meegeholpen daarna. Maar ik heb iets zoiets van, ik moet dit doen. Ik heb iets van, ik heb een tweede kans gekregen. Ik moet nu iets teruggeven aan de mensen die daar hulp in nodig hebben. Nou, zit erop, jongen. Heel erg bedankt voor deze training. Ja. Je hebt me goed aangepakt. Ja. Kun je er wat op zeggen, man? Nou, je hebt in ieder geval je best gedaan. Ik heb genoten van je inzet. En je hebt ervaren nu wat de menigeen hier heeft gedaan. Ja. You went beyond yourself. Ja, dat is zeker waar. You went beyond. Lekker. Je weet, kom ik ook nog eens terug. Je bent welkom. Dus, Houd die bukken maar bij, man, want die zal je misschien volgende keer ook wel nodig hebben. Ja, ik hoop het niet, maar ik hoop dat je dan sterk bent. Is goed. Yes? Ik kom op tegen, man. Goeie reis terug. Komt goed. Komt en hou contact. Yes? Hey, later. Hoi, hey. Doei. Net een intensieve training gehad bij Iwan Redan, sportschool in Rotterdam. Ik ben tot het gaatje gegaan, ik heb alles gegeven. Mijn benen trillen, ik heb geen kracht meer in mijn armen, maar I went beyond myself. Later.